Hallo kijkers, dit is welkom bij een hele nieuwe video van Minecraft CityEmmet. Nee, we zijn er nog niet mee gestopt. Toch, Alexander? Of... Nee, nog niet. Nee, ik wou net zeggen. Even wel van korte pauze ingelast, maar dat is... Ja, dat, ja, misschien een beetje. Maar we zijn in ieder geval weer teruggekeerd hier in CityEmmet. En ik zie 1, 2, 3, 4, 5 creepers aan die kant. 6 creepers! Dude, vorige aflevering was het een beetje een chaotische zoektocht. Daar ging ik via de... Oh god, guess. Ging ik via de... Nee! Kaksoi. Trouwens, vorige keer ging ik ben recent ergens achtergekomen. Blijkbaar doen snowballs dus damage bij blazes. Ook bij guests? Finally, ik heb een chestplate. Oh, dat duurde even lang. De vorige aflevering was een beetje een chaotische zooi. We kunnen in ieder geval even deze toren even cleanen. Ja. De vorige aflevering was natuurlijk een beetje een chaotische zooi. Toen was ik naar de intersection toe gevlucht, omdat Alexander als ze me loopt... Chest. Oh god, is dit het laatste item van de Void set? Een Mask of the Void. Mask of the Void. Ja, ik ben alleen kwijt, maar de rest van de set, voor mij mijn EC denk ik. Zou goed kunnen. Ja, kijk, let's go. Ik zeg... Nou ja, vorige aflevering... Arrows? Ik heb... Ja, wacht, ja, welke, wat er is voor je. Wacht even, blijf staan. Ja, rustig aan. Zo, vorige aflevering was het natuurlijk een beetje een chaotische zooi, zeg maar. En dat is nu een beetje gefixt, hopen we. Dus we gaan gewoon lekker... Oh, hier zijn die creepers. Even afblokken, met blokken. Even blokken, ja, blok. Oh, nee, kut, te laat. Is het een spanner? Dat is het, spanner. Wacht, achter je, pas op, creep! Ja, dat noem je een gecontroleerde explosie. Ik hoor creepers van boven afvallen. Pas op, kijk! Spawner daar. Laat die creeper eraan ploffen. Oh! Kaak! Oh, ik heb nog een anderhalf hartje over. Nu al? Goeie kat op. En ik heb ook geen food, want ik ben heel slim. Oh, yes! heb je ook food nodig? Ik ga eventjes kijken of ik food... Ik heb food nodig, ja. Ik heb food bij me, maar niet heel... Oh, ja, ik heb food voor je. Ik ben echt unprepared AF. You're kidding me? Oh, it's just a spawner. Shit, dat ga ik tegen... Een vex spawner zie ik hier. Oh my god, ik... Gaat één creeper af, gaan direct twee creepers naar de tyfus. Echt heerlijk dit. Een creeper op een ladder. Wat kan hier verkeerd aan gaan? Ik zit trouwens in de toren waar we het masker hebben gevonden. Ik heb dus nog maar anderhalf hartje over en ik heb geen food om mezelf te kunnen regenen. Ik kom eraan, wacht even. Gewoon een gecontroleerde explosie, Alexander? Ja, exact. Boven zitten ze hier, maar... Oh! Oh! Niet bij de kist! Naar mij, ik heb fire respect. Oh, top. Oh, achter je, spawner is! Oh ja, goed dat je het zegt. Ik pak de spawner wel. Help me. Sorry, heel. Je snelt toren. Ik moet even armor switchen, want mijn armor is echt stuk nu. Creeper spannen boven. Oh, en potions. Pak die potions. Oké, ja. Zo. Ja, neer. Potion of strength, meerdere. We gaan weer naar beneden. Laten we dit kamertje eventjes als een soort van backup ruimte maken. Dat we hier gewoon kunnen retreaten. Dat we hier gewoon eventjes... Die mask heeft wel Curse of Binding. Hier. Ja, wacht, maar jij hebt toch de hele set? Ik denk dat de andere deel van mijn set gewoon nog in mijn EC zit. Dan moet ik zo even kijken dan. Oh my god, dat zag ik gebeuren. Oké, hier creeper. Ik zit zeg maar vanaf hier momenteel een spanner te slopen, zo. Ik zie het. Dat is letterlijk een zombie met een spanner als hoofd. Oh, die blijft dan maar spannen. Dus een summoner kan je het een beetje... Oh fuck, Alexander? Pas op! Oké. Twee.
Ik ren zeg maar naar boven. You're gonna have to jump. Ja, dat gaan we dus nog maar even niet doen. Die gaan we zo naartoe, want hier beneden... Is ja? Water? Ja, dan doen we zo meteen. Wacht even. Dat is water, inderdaad. We gaan in ieder geval even preparen. We krijgen explosies. Zit hier boven niet nog iets? Ze zitten hier boven. In die gratis koepel. Pas op. Overall guest. Alexander. Ja? Er zit hier niks. We zitten echt boven op de map waar we eigenlijk nooit in zitten. Ik vraag het aan jou, want ik wil wel van jou weten. Ik veel. Ik heb deze map. Nee. Denk jij dat ik... Oh. Omdat ik de map uitkies, weet ik niet direct wat of het er nog in die map zit. We gaan even ons preparen, want ik weet dat we kunnen daar sowieso niet meer naar mogen. Even zijn ze creeperspannen hier weggaan hoor. Maar hebben we alle loot uit het gebouw? Ja, ik denk het wel. We hebben alles gehad op dit moment. Oh ja, hier is nog de ice cloak. Ik zie hier een kist met een clay blokje erop. Ice cloak? Oh, een special item! Ja. Die is voor mij dan. Pardon? Jij hebt die leggings. De vorige aflevering. Oh ja, of twee afleveringen geleden. Daar heb je gelijk in. Maar moet ik het eventjes voor je meenemen? Ik loop ergens een gebouw in. Neem maar mee. We gaan retreaten. We gaan even ons voorbereiden bij de beest. Jongens, dan zien wij jullie zo meteen terug als we weer boven in die toren staan. We gaan terug. Alexander. Ja. We zijn eindelijk klaar voor het gevecht, hè? Ja. We gaan nog één prismarine blok plaatsen. Haal dit blok weg. Okay. En open de bonus chest maar. Oh. De Arcanian crossbow. Neem jij maar de Arcanian Crossbow. Ja. Ah, dankjewel. Neem twee golden apples. Ik neem potion. Neem jij de. Doe jij de weakness arrows maar mee. Ja. Ik ga mijn void set aandoen. Ja. Als het alles nu goed is, kan ik, als ik door de void val, niet mijn spullen kunnen verliezen. Oké, wij zijn in ieder geval klaar voor onze dungeon. Ik heb in ieder geval het volledige void set. We hebben allebei een spectral sword. Die wij net hebben gekocht van alle Golden Essence, die ik trouwens ook even terugleg trouwens. Ja, ik zou zeggen, let's go. Ik heb in ieder geval mijn Assassin boog heb ik ook even gefixt met een extra enchantment. Dus hij heeft nu Power 2, Flame 2 en Unbreaking 2. Oh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat we in de Void gaan, of wat we daar kunnen gaan vinden. Wat ik trouwens achterkom, Alexander. Deze hebben wij helemaal gedaan. Red Leaf Jungle heb ik met Rick gedaan. Met Mr. Puck. Blijkbaar zijn hier zometeen Sakuran Sanctuary, sorry. Zijn er twee kleuren. Dus we moeten zo meteen volgende aflevering moeten we nog hier naartoe. Dus dat moet nog gebeurd worden. En als het goed is, hebben we hier maar eentje. Ja, dat is geel. De gele. Nou, dus wij moeten zo meteen sowieso nog terug. Ook al weten we waar de inner sanction is waar ik vorige aflevering al ben geweest. Ja. Oké. Okay. Dus we moeten sowieso nog een paar kleurtjes hier afstrepen. Ja, true that. Dat is waar. Even kijken, dan hebben we hier het gat. Oké. Okay. Let's go. Oh, wacht. Auw, fuck. Dat waren nog geen gold blocks? Oh, hier. Wacht. Dat is om terug te komen. Jeet! Kom weer naar beneden. Oh. Ja, nou weet ik waarom die void set nu handig was. 1. Oh, dit is boven de void. Dit is boven de void, dus jij moet heel goed gaan oppassen voor alles. Ja. Oh, dat zwaard is sterk. Jij moet even oppassen, guest. Of blazes. Ik dacht, als hier guest zijn. Oh, kak. Ik maak wel voor glowstone bruggetjes naar de overkant. Ja. Deze kant. What the fuck? Oké, succes. Facts opgetiefd. Eten. En pijlen. Spannen neer. En ik heb weer heel veel Golden Essence gevonden. In die kist. Dus we hebben heel veel... Even licht maken. Het is een beetje druk. Oh fuck, ik voel aan wat ik aangevallen en dan... Dan raak ik een beetje in paniek dat ik naar beneden kan tieven. Vex komt aan. Poeh. Ik kan hem niet uitschakelen. Oh, shit. Nee!
Ben je gevallen in de void? Ik ben gevallen in de void. Laat zo. Nee! Wat? Die set werkt niet! Die fucking set werkt niet! Ik heb niks meer! Nee, je maakt een grapje. Nee, nee, no joke! Ik heb niks meer! Oké, dan moeten we in ieder geval zo meteen voorzichtiger zijn. En ik deed het zo YOLO-achtig erachterom. Ik was echt YOLO achteraan doen en nog steeds ging hij dood. Ik begrijp het. Onze rollen waren gewoon omgedraaid. Letterlijk, normaal ben ik altijd degene die... Ja, daarom juist. Ik heb 4 devs, jij 6 devs. Oké, even oppassen voordat ik hier naar beneden tief. Ik heb geen bloks verder bij me. Fuck. Oh, Creeper heeft net een eigen span opgeblazen. Maar zoals je kan zien, ik ben lekker onderweg. Dat heb ik al... Heb je al gekleerd, top. Kijk. Wacht, even hier dat blokje leeg halen. Dat heb ik al volgevuld. Dat is een kapotte brug. Je bent kan jij mijn sights even in de gaten houden? Wacht even, ik kom aan. Anders lukt het niet. Yep, ik ben bij je. Pas op. Oh my god, Vexus. Nu ben ik wel bang. Nu is hij bang. En ik heb geen pickers bij me. Ik ben eventjes... Boze Vex. Boze Vex, opgetiefd. Oké, ik ben zeg maar bij het einde. Ik spin naar het einde. Spin naar het einde toe. Fuck off. Ben er klaar mee. Ben er helemaal klaar mee. Gebeurt vaak. Maak me helemaal ready. Oké, let's go. Oké, Alexander, neem een blokje mee. Oké, ik kom eraan. Alexander. Neem een blokje. Ja. 3, 2, 1. Nou, we rennen, we riep hij er al even op. Oeh, jij is hem even afgetiefd. Tief die kutkist er maar. We gaan weg hier. Oh, die kutkist kom ik nog wel voor terug, maar... Oh, die kutkist er maar, weet ik niet. Nee, precies dat dus. Maar ik zo meteen namelijk hier aan het einde leg ik mijn enkel token eventjes weg, denk ik. Dan ga ik gewoon weer terug. Let's go, we gaan gewoon terug naar de base toe. Ja? Let's go, fuck off. Nou oké, kom ik hier later wel even terug. Kijken of we nog wat dingen kunnen vinden. Oh. Jeet! Ja, heel hier. Kan er weg. Oh fuck. Stiekem vindt hem het gewoon hartstikke leuk om te doen. Er zit gewoon zijn levens. Enige leuk aan de map dan. Oké, let's go. We gaan terug. We gaan terug naar de base toe. En dan zien we jullie zo meteen bij het blokje wol. Oké, we zijn nu weer in de base. Dan moeten we alleen voor zorgen dat we zo meteen niet doodgaan door het blokje wol. Dus blijf alsjeblieft even beneden, Alexander, voordat ik zo meteen weer doodga. Ik moet beneden blijven? Blijven voor de zekerheid beneden. Nee, beneden! Oké, ik ga naar boven. I'm going up. Eens kijken, de yellow wool. Yes! I really feel it. Frostbound peak. Sort of. We hebben gewonnen. Ik vind dat we gewonnen hebben. Oké. Magenta wool. Volgende aflevering. De laatste wool in Innocentium 1. De laatste. Ja. En dan mogen we door naar Innocentium 2. Ja. Dus jongens, ik zou zeggen, vond u deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je meer? Abonneer, live muziek weer de volgende keer. In de volgende aflevering gaan wij weer verder met deze hele leuke, gezellige map. Waardoor ik niet heel snel mad ben. Dus jongens, ik zie jullie. Tot dan. En houdoe.